Het Nederlands vrouwenelftal vertrekt bijna naar Zweden om het EK te gaan spelen. Maar voor het zover is, staan er nog twee oefeninterlands op de planning. En vandaag is Australië de tegenstander. Wat vinden wij van vrouwenvoetbal? Ja, vind ik leuk. Ja? Ja. Dus je komt hier ook een beetje voor jezelf? Ja, tuurlijk. Anders had ik niet gegaan. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja hoor. Ja? Zijn dit uw dochters? Eentje. Eentje. Ja, en voetbalt de dochter zelf ook? Ja. Ja? Ja. En wat vinden wij als papa daar nou van, dat de dochter op voetbal zit? Hartstikke trots in eerste instantie. Ja? En hopen dat een keer dat ik haar op het veld ziet. In het Nederlands elftal? Uiteraard, uiteraard. En wisten jullie dat de vrouwen het EK gaan spelen over anderhalve week? Ja. Ja? En wat ga jij doen om de vrouwen extra aan te moedigen? Gewoon heel positief zijn over het begin van de wedstrijd. En niet zeggen dat ze gaan verliezen. Gewoon heel positief zijn en geen negatieve dingen zeggen. DCP is met oranje velden winnen de Noorje! Wij zijn van Concelo, dames zet hem op. Vrouwen van Oranje in Zweden winnen keihard! Van voor naar achter, van links naar rechts. Nederland is het allerbest! Yeah. Wij zijn van CSW. Dat was het begin voor ons favoriete Oranje win. Kom op, Anouk! Yeah, yeah, yeah! De Oranje vrouwen winnen! Yeah! Wat hebben jullie mooie pakjes aan? Waarvoor is dat? Nou, we moeten zo meteen op het veld de vlag vasthouden. En hoe speciaal is dat? Want dan sta je wel op het veld met de Oranje Leeuwinnen. Heel speciaal. Het is heel cool. En NOS gaat alle wedstrijden laten zien. Dus zitten jullie straks met z'n vieren op de bank, neem ik aan? Ja, zeker. Ja? Ja. Laten ze even horen hoe hard jullie dan gaan juichen voor de dames. 3, 2, 1. Ja! Kijk, als het aan jullie ligt, dan gaan ze dus gewoon winnen. Ja. Ja. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. En het EK-gevoel, dat begint nu echt te komen. En gelukkig zit het met het Oranje gevoel wel goed.